Hi meiden, een nieuwe week, een nieuwe vlog. En ik heb nu iets heel leuks gedaan namens Girls Scene bij Mac. Dat wil ik graag voor jullie filmen, dus kijk maar mee. Wederom zijn we hier op de oude, vertrouwde Keizersgracht, waar eerst Girls Scene's kantoor was. Yes. Oké, ik ben in Heiligweg op naar de Mac Store en ik kan het vinden. Wie zit daar? Tweede thuis. En ik ben senior artist voor MAC en vandaag ga ik jou alles laten zien over onze Waterweight Foundation, want die is echt zo goed en zo geweldig en ik denk dat je echt helemaal blij gaat zijn. Dus ik ga jou een makeover geven met deze mooie producten en ik ga dan ineens onze eyeshadow palettes laten zien, want ik denk dat jij er wel fan van zou zijn. Ja. Ga ik zachtjes in je lippen inmasseren. En die zet ik iets intenser aan, zodat die ondertussen de hele tijd dat ik mee bezig ben, dat die goed kan intrekken. De Mineralize Eye Cream, die voedt je ogen. Die is hydraterend en die bevat het 77 biomineralencomplex, wat je ogen ontzettend zal voeden. Mag je sluiten? Komt er ook wat uit erbovenaan? Ja, ik doe het wel als ik weet dat ik met oogschaduw en concealers en zo ga werken. Omdat dan soms je ogen iets droger durven worden. Mag je eens naar boven kijken? En dan kan je dat eigenlijk al voorkomen en dan ga je een natuurlijker effect creëren. En ik start op je wangetjes, omdat die iets droger zijn. En dan ga ik naar de rest van je gelaat, naar je T-zone. En ik vind het nu wel fijn, dat ik ook met modellen en met shoots, om met mijn handen te werken. Ja. Omdat ik dan echt kan voelen wanneer het product goed in je huid is ingetrokken. Mm-hmm. Zie? Ah ja, heel licht. Dus ik ga die... Dat is echt een heel fijn systeem. Mm-hmm. Waarbij dat je echt zo gewoon een druppeltje, een aantal druppeltjes kan geven. Je hoeft echt niet veel te gebruiken. Stel je doet je hele gezicht, hoeveel druppeltjes zou er ongeveer zijn? Ik ga nu eens kijken wat jij nodig hebt, want dat hangt echt van persoon tot persoon af. Ja. Ik kan direct zien hoe fijn. Want deze pas geeft een natuurlijk resultaat, denk ik. Ja. Mm-hmm. Ja, ook omdat die enkel product aanneemt op de bovenste haren, kan je het heel goed verspreiden. Ik doe nu eerst overal een heel fijn laagje. Mm-hmm. En dan kan ik nadien altijd met jou eens naar kijken, zien wat je vindt en kijken waar dat we eventueel nog iets meer dekking kunnen geven. Wat ik heel vaak doe, ik begin eerder in het midden van mijn gelaat en werk dan naar buiten toe. Want als je product neemt en je begint bijvoorbeeld hier of hier, dan komt er vaak, en je hebt een beetje te veel product, dan komt er soms wat te veel in de haartjes of in die kleine donshaartjes te zitten. En dan krijg je dat er niet meer zo goed uit. Dus ik begin altijd wat meer centraal en werk het dan zachtjes uit naar buiten toe. En die zet ik onder je ogen. Oké. En waarom kies je daarvoor? Ik zou graag een beetje koraal onder je ogen zetten. Mm-hmm. Want het koralen neemt de blauwe schijn weg. Die verzacht die. Die neutraliseert die eigenlijk. Maar die echte koralen is voor jou iets te donker. Mm-hmm. En ik wil die dus graag iets opfrissen. En dat doe ik liever met de roze. Hier. Om mooi te accentueren dat je mooie heupbeenderen hebt. Maar waar ik mijn penseel altijd eerst neerzet, is op je T-zone. Mm-hmm. Eens naar boven kijken. En dit stukje laat ik echt vrij. Dat vind ik heel mooi. Dat de glans. Ja. Dat is een mooie. Ja. Dit is ook zo'n fijne glans. Zo zacht. Ja. Hè? Krijg je een hele mooie natuurlijke glow. En wat voor kleur vind je het mooist voor iemand die zeg maar rode wang heeft? Zoals... Dan zou ik niet roze gaan. Nee. Kan je een kleurtje nemen waar een klein beetje peach in zit. Mm-hmm.
Dus ik gebruik nu Warm Soul. Oh ja, dat is ook een hele bekende natuurlijk. Ja. Ah ja, heel zachtjes. En liever opbouwen dan dat je alles ineens geeft. En welke wil je vandaag gebruiken? Een aantal. Ik ga met deze werken. Ja. En die zit in je arcadeboog. Een hele natuurlijke schaduw aan je ogen te geven. Ja. Mag eens naar boven kijken. Geef ik zacht een beetje schaduw onder je ogen. Dan lijkt het alsof je wimpers langer zijn. En onderaan ga ik gewoon heel zachtjes je lesjes aanraken. Mm-hmm. Zodat het echt geen mascara lijkt. Maar wel een beetje definitie. Ja. Je altijd zeg maar boven en de onderkant van de wimpers? Heel vaak. Ja. En dan zorg ik dat voor de onderkant voor definitie. Mm-hmm. En niet noodzakelijk voor een duidelijk mascara effect. Mm-hmm. Ik gebruik een beetje Fling, ken je die? Ja, nooit gebruikt alleen, maar nee? Ik zie iemand op YouTube. Ja. Oké. Hier doe ik bijna niets, want daar is het al mooi. En ik doe enkel hier. De wenkbrauwen zijn nooit compleet symmetrisch. En dat zou heel bizar zijn als ze exact hetzelfde waren. Heel fijn. Ja, die is ook heel zacht. Zacht en hydraterend. Yes. Voilà. Oké, okay, dankjewel. Het is uiteindelijk een resultaat. Ik was dus bij MAC voor een nieuwe foundation. Dit is het eindresultaat. Ik ben dus opgemaakt door een senior make-up artist. Echt geweldig. Het was een heel fijne ervaring. Meer informatie over het product volg nog. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Zo ja, geef dan een duimpje omhoog. En laat ook even een reactie achter onder de video wat je ervan vindt. Ik lees graag jullie feedback. En dan zie ik jullie snel weer. Doeg! Hoor, maar ik ben net bij IKEA geweest. Het was echt superleuk. Mag wel doorpraten hoor. No worries. En ik heb heel veel sfeerbeelden opgenomen. Dus we kunnen een beetje een sfeerimpressie krijgen van hoe het was.